Wij merken dat er ontzettend veel aanvraag is. Ik word bijna plat gebeld. Steeds mensen die op zoek zijn naar een bepaalde kip of juist gewoon kip in het algemeen, maar dat het ze niet uitmaakt. Ze zijn niet meer aan te slepen sinds het begin van de coronacrisis. De verkoop van kippen is dit jaar verdubbeld. En dan niet om in de pan te gooien, maar om als huisdier te houden. Ben Makker begrijpt wel waarom de kip populairder is geworden. Mensen zijn meer thuis, denk ik. En we willen toch wat leven in de tuin. En het is ook ontzettend leuk om wat kippen in de tuin te hebben. Als je iets over hebt in de keuken, dan breng je dat lekker even naar de kippen. En die zijn je dan dankbaar. Geven een eitje terug. En dat is gewoon hartstikke leuk om mee te maken. Zijn telefoon staat rood gloeiend. Bijna dagelijks wordt hij gebeld met vragen over hoe je kippen moet houden. En het heeft de vereniging ook geen windeieren gelegd. Dit lijkt een beetje een herrieschopper. Vooral dit jaar is er een enorme toename van leden. We hebben afgelopen zomer ons 100ste lid mogen verwelkomen. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. En wie dacht dat je kippen alleen kunt houden als je een grote tuin hebt, heeft het mis. Er zijn rassen die je op een balkon kunt houden. Ik zou het niet aanbevelen, maar er zijn rassen die heel weinig ruimte nodig hebben. Toch roept het Vogelhospitaal in Naarden op om goed na te denken voor je aan een huiskip begint. Ik denk dat wat mensen het meest onderschatten is dat een kip best oud kan worden. Ik bedoel, 12, 15 jaar kan een kip best halen. Dat betekent dat je wel 12, 15 jaar voor zo'n dier moet zorgen. Het gevaar is natuurlijk dat als we een paar maanden verder zijn, dat de opvangcentra overspoeld worden met kippen die mensen niet meer willen. Dat risico zit erin, ja. Ja, dat sluit ik niet uit. Dat ze straks wat minder tijd hebben, dat de kippen daarvan te lijden hebben. Dat hoop ik dat niet gaat gebeuren.